Nee. Nee, nou ja, we gingen wel gewoon er naartoe met mijn broers of zo, maar toen bleef ik eigenlijk in de oorlogsdagen continu van 42. Ja, 43, 42, 43, toen ben ik naar Sobhof gegaan. Ja. En dat is zo gebleven tot na de oorlog. Strabrand en heel keen en niet bang, maar och, ze hadden ook, niet vergeten, ze hadden een pension gehad en er was vaak mensen uit, die uit Indië kwamen van de plantages en dan uit Den Haag. En, twee families, nou de ene zat aan de voorkamer aan de zeekant, zou ik maar zeggen. Dat was de familie Kreisberg. Of de, mijn vrouw dan, die Bette was helemaal iets Joods uitziend. Die kon wel altijd ook mee gewoon buiten en werken. En met die andere familie, de Kaan, die bleef altijd op de kamer, de Jodenkamer zijn, die wat ze, dat werd de Gouden Jodenkamer genoemd, dat was aan de oostzijde. Maar ja. die ging er niet uit. Nee, nee. En hoe was de samenstelling van dat gezin? Dat was vader, moeder en een dochter en een zoon. Dan Rob onder andere, Rob en Dolly heetten die toen. En Aad, had je daar ook contact mee als jongen van 6, 7? Jo ja, je liep zo in en uit, altijd. Ze leerden me ook van alle spelletjes. Ja, wat deden ze? Als kind weet je dat niet zoveel. Ik weet wel dat meneer Kaan, die zat boven mij, zo'n klein raampje. En als maar die weer was, dan zat het daarvoor die zon op te pakken. Maar die, ja, misschien dat ze een keer over de delen liepen, maar verder kwam die niet. Dat in de bedsteden stond een ladder. En zo gauw als er wat was, dan gingen ze die ladder op naar zo'n lukje toe in de zolder. En dan namen ze de ladder mee naar boven. Die leggen ze dan op de zolder. Met die ladder heb ik nog volle zin. Die hebben we na de oorlog nog volle gebruik op te delen. Maar het binnen, toen opo die had altijd goed de kop erbij. Die ging toen door voor de... Want wie moesten allemaal hier gaan staan. Hier zo, voor aan het staan in de rie. En dan opo die ging gauw door voor zitten. En die mocht erin zitten. Die zag je dan? Ja, die had een handwerkje bij de hand. Ja, want dat, dat is wel te zien. Kun je zo het verlaagde zoldertje zien. Ik weet niet of dat... Het is allemaal donker, hè? Hij is in Westerbork, hij is ook bepaald in Westerbork, maar toen kwam een groenteboer door altijd en toen is er... In die groentewagen is ze meer gewoon ontsnapt. Kreisberg, dat was moeders met zoon.